Oké, okay, even een ander soort video die niet bewerkt is, maar gewoon gelijk vanaf de camera is geüpload. Ik wil dit weekend een roomtour gaan opnemen samen met mijn vriendin Coco, dat zij mij gaat filmen. Maar hiervoor wil ik wat dingetjes aan jullie vragen. Zou jij hier zo onderin de reacties willen achterlaten wat jij specifiek wil zien in mijn kamer? Of wat ik dan kan uitleggen. Um, over mijn kamer. Of bepaalde dingen. Of hoe het hier is? Um, dat soort dingen. Zou je dat nou graag willen zien? Of zou je exact bepaalde dingen willen weten van mij? Of hoe ik het hier zo heb in mijn kamer? Laat het dan even zeker weten in de reacties hier zo beneden. Doe ook nog even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Gisteren is dag 2 van mijn Disney vlogs um, samen met Coco online gekomen. Die staat. Um, even slikken. Op haar kanaal, namelijk nou, op ons kanaal, Timo en Coco. De link daarvan staat ook in de beschrijving. Zeker even checken. Uh, ja, het is de dag 2 van de Disney vlogs van de Disney vlogs, uh, ook de laatste dag tevens, maar ja lijkt me leuk als je die gaat kijken en mij in de reacties achterlaat wat je daarvan vond op dat kanaal, zeker ook even op abonneren. Daarnaast uh, heb ik net een nieuwe harde schijf binnen gekregen, nou, eigenlijk ik, heb, uh, ik had nog twee oude laptops hier liggen en daarvan had ik de harde schijf eruit gehaald, dat was eentje van 160 gig van Western Digital en van 320 gig. Uh, dus gewoon de interne harde schijf uit die laptops heb ik eruit gehaald. Vervolgens heb ik gisteren een behuizing gekocht voor een 2.5 inch SATA van USB 2.0. Omdat simpelweg mijn spelers daarachter niet werken met USB 3.0 geloof ik. Maar die heb ik dus hier zo binnen gekregen. En ik heb de harde schijf in deze behuizing gedaan. Van 320 gig by the way. En daar draai ik nu mee. Aanstaande zaterdag... Um, heb ik de opening van het Graaf Lyceum VMBO? Net als vorig jaar heb ik daar gedraaid. Dit jaar ga ik er uiteraard weer draaien. Het wordt een grote setup. De dag daarvoor heb ik een dikke, dikke, dikke Suite 16. Sander Lans gaat mee. Mijn neef Jeremy Coy van op bezoek bij 4, geloof ik. Die gaat foto's maken. Die is er ook gezegd bij. Lekker MC en, lekker foto's maken. Het wordt echt een fucking dik feest. De jarige die heeft Maxime. Ze heeft er super veel zin in. Ik heb er super veel zin in. Er komt zo'n 80 man. Echt. Um, de nieuwe lampen van de Aira. Nee, ik bedoel de American DJ Inno Pocket Scans. Uh, vier stuks heb ik er trouwens al binnen. Staan daar zo onder mijn bureau. Ik kan het al even snel laten zien, denk ik. Daar staan ze. Die gaan mee. Mijn set gaat mee. Maar dat spreekt natuurlijk allemaal voor zich. Um, niet op de open dag trouwens, maar gewoon bij de Sweet 16. Dus dat wordt fucking gruwelijk. Laat me weten in ieder geval wat je ervan vindt. En wat je wil zien in de Roomtour. Hier is onder in de reacties. Dan gaan wij, Coco en ik, dat zeker weten filmen voor jou. Zodat je antwoord krijgt op je vraag die je had. Daarnaast wil ik ook binnenkort weer een QA gaan uploaden. Dus laat even jouw vraag voor de QA achter in de reacties. Zet even QA vraag bij, zodat ik weet um, wat het is. En um, ja, dan zie ik jou graag weer bij de volgende video. Abonneer op dit kanaal. Doe nog even dat blauwe duimpje omhoog. En laat in de reacties weten wat je ervan vond. Uh, wat je graag wil zien in de roomtour. Jongens, tot ziens. Nog een fijne dag. En dus morgen... Nee, vrijdag. Aanstaande vrijdag, dus morgen of overmorgen... ben ik aan het draaien op de sheet 16. Wordt fucking gruwelijk. Voeg me nog even toe op Snapchat. Ik heet DJ Timothy. Ik zal uh, wat dingen in mijn uh, story gaan zetten en zo. Ook wil ik deze hele dag... Deze hele dag? Ik bedoel, deze hele dag... Um, dus de vrijdag en de zaterdag wil ik gaan vloggen met de 70d die ik hier zo in mijn hand heb. Uh, zodat jullie gewoon overal weer altijd bij zijn en alles zien achter de schermen en zo. Uh, dat wordt heel erg ziek. Dankjewel voor het kijken, nogmaals. En ik check je later. Doei!